FC Lisse TV wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Meer, administratiekantoor, administraties, jaarrekeningen, inkomstenbelasting, belastingadvies. Dit is Holland, heet dat. Niet te zien die je gaat kiezen. En ook in de verschillende jaargetijden, zeg maar. Dus je ziet het huis weer. Kijk hier, die kop in de zon. Oh.
tussen het Barendrecht en SC Lisse. Wij feliciteren SC Lisse met de... Kom Noordhof, we staan hier na een heerlijke 2-0 overwinning op Barendrecht. Ja, het gevoel van 3 punten, dat is heerlijk, hè? Ja, dat is zeker heerlijk. Ik denk dat iedereen erop gewacht had. Ik denk ook dik verdiend. En ik denk dat we nu aan een mooie reeks kunnen gaan werken. En in ieder geval de weg omhoog kunnen pakken. Hoe moeilijk is dat de afgelopen weken? Je ziet het team niet goed presteren. Tanden knarsend, zie je dan langs de lijn? Ja, het is wel lastig. En je wil ook niet te negatief zijn, want vanaf de kant is altijd makkelijk praten. En daarin probeer je gewoon positief te zijn naar de jongens, vertrouwen te geven, met ze te praten. Ik denk ook dat we goede gesprekken hebben deze week met de groep, met de trainers, met de staf. En ik denk dat het nu gewoon omhoog kijken is. De afgelopen weken vergeten, maar wel onze leermomenten eruit pakken. En nu gewoon even genieten van deze dag. Jouw rol in een team, hoe zie jij dat? Ja, vandaag nog niet helemaal fit, moet ik eerlijk zeggen. Ik had nog wel wat last, wel nog wat pijntjes. Niet 100% fit qua conditie. Maar goed, als je denkt vanuit je taak speelt en voor team speelt, dan kan je al heel veel betekenen. En ik denk dat ik dat vandaag goed gedaan heb. En ik denk dat we, als ik fitter ben, dat we meer van me kunnen gaan verwachten. Volgende week de eerste Bollenstreek derby tegen VBSB, daar kijk je naar uit? Ja, zeker. Altijd mooi, denk ik. Eigen veld, mooi grasveld. Ik hoorde dat er goed bij lag, dus tegen VVSB moeten we gewoon gaan knallen. Oké, nou, thuisfront zal ook blij zijn in elkaar. Ja, nee, zeker. Straks even een berichtje sturen, even bellen en lekker genieten en op naar VVSB. Je weet het, even genieten en daarna weer de knop om, richting volgende week. Ja, precies. Vandaag genieten, morgen nog even genieten en maandag gewoon weer focussen. Tom, bedankt. Is goed, dankjewel.